Voor het zittingsjaar 2023-2024 zijn 19 advocaten toegelaten tot de orde van advocaten. 3 advocaten zijn in het zittingsjaar overleden. Dit bevestigde de deken van de orde van advocaten, Alison Frank, eerder tijdens een openingszitting van het Hof van Justitie. De deken merkt op dat het aantal jonge advocaten nog steeds aan de magere kant is. Als we kijken naar de leeftijd van de advocaten, dan zien we dat maar een klein deel jong is. Jong, iedereen is jong, maar goed, tussen leeftijd 20 en 29 is ongeveer 1%. En het grootste deel zit tussen de 40 en de 49, namelijk 33%. Als we kijken naar de verdeling naar geslacht, dan is 109 man en 147 vrouw. We hebben dus nu, ik denk voor het eerst, veel meer mannen vrouwen dan mannen in de advocatuur. Frank geeft verder aan dat de veranderende Surinaamse samenleving meer inspanning van de advocatuur vraagt. Inspanningen om onszelf en elkaar scherp te houden. Inspanningen om integriteit en deskundigheid in de veranderende omgeving vast te stellen, zodat we die integriteit en deskundigheid kunnen bewaken en kunnen aanbieden. Dit zittingsjaar ziet veel van waar lang over gesproken is bij onze voordeur en op ons bureau belanden. De horizon bereikt de voordeur en planning wordt realiteit. Het familierecht, het verbintenisrecht, het goederenrecht ondergaan allemaal veranderingen, terwijl het tijd zal vergen eer de burger tot zich heeft laten doordringen hoe anders sommige van de regels aan het worden zijn. Ook het procesrecht en daarmee de wijze van procederen ondervinden nodige aanpassingen, wat op hele concrete manieren het werk voor ons allemaal verandert. De deken zegt dat de juristen in Suriname zich voorbereiden op de nieuwe wetgeving, zodat de kwaliteit aan de rechtszoekenden gegarandeerd kan blijven.